Het belangrijkste is dat je niet het verkeerde boek te pakken krijgt. En dat is wel heel moeilijk. Maar als je 3 keer een boek hebt gelezen waarvan je denkt, nou dit is niks, dan denk je dat lezen niet meer leuk is. Je moet heel goed kijken wat je leuk vindt en daar moet je je keuze op baseren. Lekker op het strand je boek meenemen, natuurlijk ook veel spelen, maar tussendoor toch even in je boek duiken. Dat zou ik gewoon wel doen. Je koopt natuurlijk een boek voor je kind, hè? En dan pak je die mooi in en dan is het een hele verrassing. En dan neem je die mee op vakantie en dan, als je dan bent op vakantie, dan mag je hem uitpakken. En dan heb je een heel mooie verrassing. Nou, en misschien dat het kind denkt, ja, maar boeken daar hou ik niet van. Maar ga maar gewoon eerst een bladzijde lezen. En misschien is het wel heel erg leuk. Ga naar een goede kinderboekwinkel en vraag advies. En vertel dan ook wat je hobby's zijn. Want bij elke hobby zijn wel een paar goede boeken te vinden. Ja, voor mijzelf zijn de Dolfje Weerwolfje boeken de leukste instapboeken. Want die zijn voor lezers vanaf 6 jaar. Maar het belangrijkste is dat je niet het verkeerde boek te pakken krijgt. En dat is wel heel moeilijk. Maar als je 3 keer een boek hebt gelezen waarvan je denkt, nou, dit is niks. Dan denk je dat lezen niet meer leuk is. En natuurlijk kun je ook mijn boek lezen, Ravi Ravioli. Daar heb ik net een prijs mee gewonnen. Wij van de niet zo rampzalige avonturen van Herre raden de niet zo rampzalige avonturen van Herre natuurlijk aan. Kindersjury 2017 in de categorie 6 tot en met 9 jaar is De Waanzinnige Bomen van 65 verdiepingen. De winnaar van de prijs van de Nederlandse kinderjury 2017 in de categorie 10 tot en met 12 jaar is... Dagboek van een Muts Puppy Love! Thank you so much for this award. I wish I could be there in person to accept it, but I'm busy working on my next Dork Diaries book.